Wat vindt u van Thierry Baudet? Helemaal niks. En waarom niet? Ik vind het een doodenge man. Hoezo? Omdat hij van die rare dingen zegt. Welke rare dingen? Nou, nepnieuws en zo. Welk nepnieuws? Nou, dat de Russen bijvoorbeeld niet in Oekraïne zijn binnengevallen. En zei hij dat? Ja, dat zei hij. Volgens mij. De meeste dingen zijn wel gewoon... Ben ik er wel mee eens. Nou, ik vind Thierry zo slecht nog niet. Daar ben ik eerlijk in. Er valt wat te zeggen over de manier waarop. Maar inhoudelijk is het natuurlijk tegenwoordig in de Tweede Kamer van een bedroevend niveau. En als er gewoon een feitelijk verhaal wordt gehaald en de eerste wat ze doen is de antisemitisme kaart trekken, zijn ze bij mij af. Dit is natuurlijk het spel wat ze doen. Het gaat nooit over de inhoud. Ze maken er altijd iets persoonlijks van. En, maar toch, dit kleeft dus op de een of andere manier aan jouw persoon, waardoor de hele inhoud van de partij, waarvan je wel degelijk zou kunnen zeggen, daar zitten hele goede punten in, die komt niet meer aan bij de mensen. En dat vind ik zonde. Politiek zou moeten gaan over ideeën en niet over personen. Wat zij doen is, zij gaan helemaal nooit op de inhoud in. Nooit. Bij Pim Fortuyn was dat zo, bij Ayaan Hirsi Ali was het zo. Dit is al decennia is dit het spelletje van onze tegenstander. Iets vinden wat iemand ooit gezegd heeft, dat 500 keer herhalen en dan hopen dat wij ook nog eens keer onderling elkaar gaan bekritiseren op de toon en de introspectie. En dan moeten we moeten er überhaupt... Het gaat erom dat je je doel bereikt. Laten we het gewoon over de inhoud hebben.